Ik ben het weer. Oh nee. Hallo mensen van Games B, welkom bij een nieuwe serie. Ja, ik zal even uitleggen waarom. Voor de mensen die Super Meat Boy kijken, vorige aflevering. Ja, weet je, ik was het op een gegeven moment zat. Gewoon alles. Ja. Gefeliciteerd van de rechtmatige. Ik heb dit trouwens al een paar keer gedaan. Op mijn kanaal. Dus misschien dat jullie het eerste stukje al herkennen. Dus ja, dat. Blablabla. Deze storyline boeit me geen fuck. Boeit het jou wel een fuck? Dan, ja. Niet zo zeiken, denk ik. Niet zo zeiken. Ik denk het niet. Oké, nice. We hebben 2 coins. 2 geld. Van moeder. Ja, denk ik. Wat? Nee, eigenlijk heb ik hem helemaal niet van moeder. Hoe kom je daar nou weer bij? Kom op, brief. Verstuur sneller. Ja, oké. Ja, hij doet het. Lieve hemel. Wat als de hemel helemaal niet lief is? Heb je al je spullen al verbrand? Nee. Dat zie je toch. Met je gloednieuwe. Wow. We krijgen een cadeautje. Cadeautje. Wow. Ik hou van cadeautjes. Echt. Je wil niet weten. Die collector poster. MySchool. We doen gewoon alles, joh. Lekker alles kopen. Oh, we kunnen niet alles kopen. Je kunt niet alles kopen. Want we zijn sukkels en we haat iedereen. Oké. Ja, eigenlijk is dit zo'n zo'n spel waarbij ik lekker al mijn frustratie kan uiten over verschillende dingen. Zoals, ik heb geen idee. We gaan even een heel mooi woord maken trouwens. Echt, dat je denkt van, nou. Nu staat deze verkeerd om. Ja, nee, dat wil ik niet. Ja, nee. Oké, laat maar. Laat maar, we gaan geen mooi woord maken. We gaan gewoon alles in de fik zetten. Ook goed. Ik weet ook niet wat je met een P en A en A en M moet doen. Dat is ook een raar woord, denk ik. Hoop ik. Marco. Nee, dat hoop ik helemaal niet. Dat is gewoon zo. Het valt niks te hopen. Jij met je hoop. Hoop is dingen en zo. Oké, dit staat echt al helemaal nergens op. Nee, ik wou vandaag met jullie hebben over kinderen. Jee. Kan ook niet jeu zijn trouwens. Leuk joh. Nee, maar eventjes serieus. Sommige kinderen zijn fucking oversexed. En dan denk je van, hoe kom je daar nou bij? Nou, kijk, ik heb 2 neefjes. En ten eerste is ik eigenlijk al Enzo Knol. Ik wil niet zeggen zo van, Enzo Knol is hartstikke seksistisch. Maar ze hebben het er wel eens over gehad. Ik weet het, want ik keek. Ook Enzo Knol. Ik kijk het nu niet meer. Leuk feitje van mij. Dat heb ik volgens mij ook al heel vaak verteld. Zo niet, dan heb ik het niet vaak verteld. En dan is dit de eerste keer. Leuk voor jullie. Nou ja, als het niet vaak is, dan hoeft het niet meteen niet te zijn. Nou ja, mijn neefjes, hè, die kijken dat. En weet je, die zitten in groep 5, 4 misschien. Hooguit 6. En die kijken al naar dingen zoals Enzo Knol dus. Kut kijken ze ook naar. Alleen dan met een D. Hè. Dat snap je wel, hoop ik, denk ik. Ik foto van iemand. Nou, daar ben ik toch zo blij mee, joh. Poeh, ik heb liever geen foto. Nee, maar dat vind ik gewoon raar, weet je. Ik bedoel, toen ik zo oud was als hun. Nee, ik was toen dan lang niet zo over seks als hun nu zijn. Maar, als hun het lekker willen, my best. Ik vind het niet erg of zo. Maar het viel me gewoon op laatst, ooit, een keer. Laatst, ik bedoel, ik wil niet zeggen zo van, nou, ik ben nog laatst bij ze geweest. Eigenlijk niet, want ze wonen best wel ver weg. Dus, nee, eigenlijk valt het wel mee. Nou, nu moeten we wachten. Daar heb ik helemaal geen zin in wachten. Dat is één. Of nou ja, dat zijn al 2 mensen. Jonge mensen. Die fucking over seks zijn. Nou ja, fucking. Over. Snap je? Het was een grapje. Ik bedoel, ik wil niet zeggen zo van, nou, ze zijn heel erg. Maar. Ze zijn best. Het is erger dan toen ik was, zeg maar. Ik bedoel, hun weten dingen. Zoals. Bijvoorbeeld derde been. Toen ik echt op 5 zat, toen wist ik dat echt nog niet hoor. Oké, kijk, ik snap ook wel dat je dat misschien inmiddels wel weet. Maar alsnog, ik vind het gewoon raar, weet je. Ja, dat mag ik best vinden, denk ik. En
Nou, toen kwam ik laatst bij op een verjaardag, hartstikke leuk. Was een buitenlands jongen, nou, echt buitenlands. Technisch gezien is hij niet. Hij woont in Nederland. Hij is. Ik weet niet wat hij is. Maar hij is een neger. Gewoon een neger. Negers. Ah, nee, wat eng. Nee, valt wel mee hoor. Negers zijn niet zo heel eng. Soms. Soms zijn ze niet zo heel eng. Nee, maar. Die gast die had het al gewoon over dingen zo van. Wat zei ik nou? Ik weet niet meer. Er was iets en we hadden het ergens over. En toen begon dat jongetje ineens te zeggen zo van ja, jij doet het met je vrienden, want anders kun je niks krijgen of zo. Of nee? Oh ja, hij zei van jij zit s'avonds te fappen alleen, zeg maar. Dus ja. Dat, in een condoom of zo. Ik weet niet meer precies wat het was. Dan moet ik het eigenlijk ook niet vertellen. Weet ik. Maar dat doe ik lekker toch. Oké. Ik ben ook zo'n bitch ook, hè. Ja, oh, dit is mijn afbeeldingen. Ga ik het doen? Ja, dan zie je allemaal afbeeldingen van mij. Oké. Ik kies die. Ha! Zie je die lekker? Niet allemaal afbeeldingen. Nee, leuk feitje. Ik ga dat heus niet versnellen. Nee, moet ik dat nou serieus versnellen? Come on. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Nee, ik ga dat echt niet versnellen. Dat is zonde. Dus nou ja, ik vind dat gewoon. Ja, ik vind dat raar. Ik ben het weer. Oh nee. Je hebt allemaal spullen voorhand. Bla bla bla. Ja, geen items. Sleep. Vuurvliegjes. Vuurvliegjes. Hey, die heb ik net gekocht. Ja, ik ga dat niet zomaar aan jou geven. Oké, dan. Omdat je het zo graag wil. Maar wil ik er wel wat voor terug? Hey, ik ben een skeren Nederlander. Eigenlijk meer gierig. Ja, nee, liever niet. Ah, oh, wat leuk. Ah, oh, allemaal katten. Jee. Verbranden met die hap. Ja, ik weet niet. Waar komt dat spreekwoord eigenlijk vandaan? Verbranden met die hap. Dat is toch hartstikke raar. Spinnenei. Ik weet niet, welke combo moeten we nog meer maken? Van iemand anders. Die weet ik niet. Generaties, generaties. Ik heb geen idee. Hier, dit de facebus. Moeten we daar ook nog iets mee? Film op de buis. Film op de buis. Film op de buis. Wat? Huh, wat? Dat snap ik niet. Even kijken hoor. Ik. Uitlenen. 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 Dat zal wel iets met deze zijn, denk ik. Niet? Zal het niet? Nee, het zal wel niet. Maar. Geen idee, weet je. Ik weet het ook allemaal niet. Een spinnei. Ah, oh, leuk joh. Oh, dat is nice. Want dan krijg je vet van die geld voor. Kijk, als je deze doodt, krijg je geld volgens mij. Of is dat alleen die aan de muur hangen? Zo te zien wel. Fuck dat. Oké, dank je voor mijn vuurvlieg. Bla bla bla. Boeit me geen fuck. La la la. Ja, bab. Ik heb ook iets voor je toegevoegd. Ja, doet me niks. Draai het om, draai het om. Oké, hier is het. Nice. Hé, eindelijk. Een papieren hart. Alsof ik dat van haar wil. Weet je, wie heeft er gezegd dat ik dat van haar wil? Ik niet. Leuk feitje, ik niet. Nee, serieus. Dat is serieus. Misschien, Facebook zal ik die kopen. Fuck it. Nee, ik ga iets goedkoops kopen. Dat is een tip. Ben je skeer zoals ik? Koop iets goedkoops. Wat? Oh, ik kan deze. Maar ga ik nog niet doen. Vind nog één combo. Oh, het kan ook nog niet. Het kan ook nog niet. Ja, ik snap wat ik moet doen met deze combo's. Van iemand anders. Wat is nou echt van iemand anders? Little Inferno. Misschien staat het er wel bij. Oké, dit is. Van iemand anders. Kijk. Dus die moeten we hebben. Van iemand anders. Van iemand anders. Wat is nog meer van iemand anders? Je kunt je afbeeldingen. Zou dat toch iets zijn met. Van iemand anders? Nee, toch? Zou dat zijn, joh? Ik heb geen idee. Oh, ik weet al. Die film op de buis. Kijk, dit is een tv. En popcorn. Dan krijg je dat. Dus die koop ik alvast. Oh, sorry. Ik was ten. Wat? Hoezo? Wat? Oh, dat kan niet. Ik kan niks kopen omdat. Je moet eerst een paar bezettingen af. Ah, come on. Serious? Are you serious? Dan moet ik eerst even. Doe ik eerst even deze. Hè? En dan kijken we later wel nog naar die van iemand anders combo. Oh, hier. Fucking veel monies. Wow, yo. Kijk, mijn monies hebben. Kijk, mijn monies. Kijk al mijn monies. Oh, dikke YouTube monies. Echt, pa. Ja. Nou ja. Voor de rest heb ik niet echt nog verhaald. Ah, komt zij weer. Bla bla bla. Dit boeit me geen hol. Dit boeit me geen hol.
dit boeit mij dus echt helemaal niks. Boeit jou dit wel? Doe dan geen blauw duimpje omhoog. Wat was dat met die... Oh, dat was een aanwijzing voor combinaties. Maar die wist ik al. Die combinatie wist ik al, lul. Oké. Dit zou van iemand anders kunnen zijn. Maar ik weet niet. Wat? Televisie. Nou, we gaan eerst wel even die televisie en die maiskolf. Dan kunnen we misschien nog wel... Ah, deze kan dan nog net niet. Net niet. Oké. Dan doen we... Oké, dan hier. Jij je zin. Oh shit, dat waren direct 3. Nou is het gedaan, Sander. Nee, eigenlijk valt het wel mee. Eigenlijk valt dat ook wel mee. Oh, wow. Je ziet nu ook echt... Oké, dat is leuk gedaan. Dat is leuk gedaan. Dat wist ik niet meer. Ik heb deze game al een keer gespeeld. Dus ik weet sommige combo's, weet ik nog. Zoals die uitlenen, die wist ik nog. En fietspiraten wist ik ook. Maar die film op de buis moest ik eventjes nadenken. Maar die generaties en van iemand anders. Ik heb geen idee. Ik denk dat het toch iets met deze is. Oké. Ja, laten we die gewoon doen. Ja, en zo. Zou het dit zijn, joh? Zou het dat zijn? Heb ik nu weer die kat? Oké, deze facebus. Die gaan we gewoon doen. We kunnen nu ook deze. Koop eerst alle items uit de vorige catalogus. Oh, dus dan moet ik die nog kopen. Oké, als jij dat... Ben ik weer te enthousiast? Ik ben gewoon veel te enthousiast, jongen. Echt, ik zou het niet doen. Deze, wat is dit? Een slapende afgod. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel, kun je daar ook combo mee maken? Vast niet. Oké, nou, generaties. Ik zit echt te denken van generaties. Generaties toch. Die. Zo, nice. Oké, nu kan ik deze. Wat, dat kost fucking veel geld. Holy damn. 10 geld van mijn moeder. Oh nee. Wacht even, snel deze. Is dit van iemand anders? Zo niet, dan weet ik het ook niet. Volgens mij niet. Nee. Nice. Eigenlijk valt dat wel mee hoe nice dat is. Ah, balen. Zojuist binnengekomen weerbericht. Het wordt koude winter. Oh ja, dit is... ik kan wel even uitleggen. Het blijkt dat het heel koud is en zo. En het wordt steeds kouder. De weerman ook echt. Alsof er... Is hij de enige weerman? Vast niet. Come on, even serieus. De weerman. Dan weet ik toch niet welke weerman. Ik bedoel, er zijn toch al meerdere weermannen. Van iemand anders. Oké. Deze is sowieso van iemand anders. Oh, sorry. Deze is sowieso van iemand anders. Alleen ik zit te denken, misschien deze. Of is er nog iets anders? Oh, hier, van iemand anders. Kijk. Haha, ik snap hem al. Ik hem. En ik koop deze ook nog eventjes. Oh, was ik weer te enthousiast. Oh, leuk joh. Blub. Oké, met die bakstenen kun je het vuur goed uitmaken. Dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Oké. Zo, dan kan die eventjes. Dan ga ik nu deze kopen. Want dan krijg ik extra monies. En ik hou van monies. Leuk feitje, ik hou van monies. Ja, dat is gewoon waar. Oh shit, die had ik niet moeten doen. Nee, hoe ga ik dit nu doen? Nu moet ik... Oh, wacht, ik heb hier. Deze was toch ook van iemand anders? Of was dat een andere? Nee, dat was deze. Toch wel. Toch wel. Gelukkig. Oh, allemaal monies. Weer allemaal monies, hè. Echt gewoon, ik hou van monies. Oké, laten we... Ik ga hem eventjes versnellen, hoor. Want het is ook niet leuk om jullie te laten wachten. Het is sowieso nooit leuk om iemand te laten wachten. En nu krijg ik veel minder geld. Waarom krijg ik veel minder geld? Ik wil geen minder geld. Ik wil geen minder geld. Nee joh, logisch. Kom op, geef me geld. Geef me geld. Please. Alsjeblieft, ja. En het geeft me genoeg geld. Oké, ik kan de volgende catalogus kopen. Nu kan ik ook weer meerdere dingen. C-waardig, bouwstenen. Bouwstenen. Oké, bouwstenen. Dat zou wel iets met... ik weet niet of hier... Zit hier ook... Dat kan wel. Dat zou... Ik zou zeggen deze, maar... blokkeert automatisch scheldwoorden zodat overvoeden dan... Wat? Oké. Zal wel. Oké. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon wat kopen en ik zie wel. Dat is het ook vooral bij deze game. Soms moet je gewoon even... iets zien, zeg maar. Lolcat, tijdbom. Tijdbom. Dan moeten we dus iets met een bom. Is hier ergens een bom? Dit ziet eruit als een bom, maar dan moet ik nog even wachten.
Oh, ik kan ook plus. Oh, dan moet ik nog 30 betalen. Annuleren. Ik ga dit wel eventjes. En dan ga ik bruh, bruh. En dan bruh. Ja, en dan bruh. Fucking helemaal kapot. En dan hoop ik. Het is niet heel erg veel, hè. Het is niet heel erg veel. Nee, ik zie het. Ja, jammer. Balen. Vervelend. Hé, wat jammer nou. Oké, we gaan nog eventjes dit doen. Oh, je hebt mijn tweede catalogus gevonden. Nee, joh. Wat knap van jou dat je dat hebt gezien. Wat? Een filmpje? Een filmpje? Oké, we gaan even dit filmpje kijken. Nee. Vuur. Yay. Dat wil ik. Woehoe. Yay. Nou, oké. Dit is echt... What the fuck. Oké, dit is echt een van de raarste filmpjes die ik ooit heb gezien. Denk ik. Waarom drukte ik op dat filmpje? Oh mijn god, help me. Dit is echt raar. Nou, wat mooi. Oké. Opwarming van de aarde, alleen dan tegenovergestelde. Nou, oké, is nu dit filmpje eindelijk afgelopen, alsjeblieft. Inferno, ja, het is Lando Inferno, dat weet ik. Ik weet wel welke game ik speel. Oh, mijn god. Dit filmpje is echt vaag. Dit heb ik niet gezien. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Laters, denk ik.